Utrecht dan, onze hoofdstad van de provincie. Die stad wil samen met de andere grote steden dat er zo snel mogelijk een nationaal onderwijsplan komt. Nu de scholen dicht zijn, neemt de ongelijkheid in het onderwijs toe. En ook leerachterstanden worden steeds groter, zeggen de steden. Zij willen dat er extra leertijd komt, meer begeleiding en het lerarentekort moet worden aangepakt. Dit hebben de steden in een brandbrief geschreven aan onderwijsminister Slob. Ja, we zien dat ondanks de grote inspanningen op school en thuis die achterstanden echt toenemen bij kinderen en bij jongeren. En dat maakt dat wij ook hebben gezegd, we moeten nu echt in actie komen. En dat is eigenlijk op twee manieren. Voor de korte termijn vooral ook kijken hoe kunnen de scholen weer open voor alle kinderen. En op de lange termijn echt ook zorgen dat er een nationaal plan komt om die achterstanden weg te werken en voor een groot deel eigenlijk ook te voorkomen. Zolang de scholen dicht blijven, moeten ouders naast hun eigen werk dus hun kinderen lesgeven. Ja, dat gaat in het ene gezin net wat beter dan in het andere. De eerste aantal weken ging goed. Totdat je op een gegeven moment wat strenger moet gaan optreden omdat ze niet meer zo goed luisteren. Toen heb mijn middelste zoon ook gezegd van mama, ik wil je als mama, ik wil je niet als juffrouw. Aan de keukentafel wordt gewerkt aan begrijpend lezen en rekenen. Suzanne en haar man geven 3 kinderen thuisonderwijs en dat valt niet mee. Ik merk dat taal bij mij heel erg weggezakt is. Ja, dat DT, ik weet niet meer wanneer er een T achter komt te staan. Nee, dat is allemaal weggezakt bij ons, want dat zeg ik ook tegen mijn dochter. Ik zeg, voor mij is het normaal dat je een woord met DT schrijft, dat weet ik gewoon. Maar waarom? Sommige ouders vinden het lastig om uitleg te geven. Maar voor Walter is dat geen probleem. Hij is biologiedocent van beroep en geeft vanuit huis les aan zijn leerlingen. Wacht even tot we compleet zijn, dan gaan we beginnen. En aan zijn kinderen. Je had gisteren een percentagesom. En daar moet ik zelf ook even naar kijken. Maar je kunt wel, de manier hoe je dat dan uitlegt, ja, dat lukt wel. Van hoe krijg je een kind aan de slag? Dat is natuurlijk, ik geef niet zomaar het antwoord, maar we gaan kijken hoe kom je dan aan zijn antwoord. Dus dat is, denk ik, dat wel anders is. Ja. Dat denk ik dat helpt je. Ja. Walter kan zijn werk en het thuisonderwijs goed combineren. Maar ook hier is soms het geduld op. Ik moet mijn zoon even helpen. Nou, veel ouders snakken naar het moment dat de scholen weer open gaan. Nou, we hebben er gisteren wat over gehoord. Als de cijfers dalen, dan gaan de basisscholen mogelijk over ruim anderhalve week op 25 januari weer open.